Hallo iedereen, ik ben onderweg naar de paarden en daarom dacht ik van ik ga ondertussen een video eventjes kort maken. Ik heb al een post gemaakt over het thema dat vandaag eigenlijk langs alle kanten op mij afkomt en dat gaat over onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde is eigenlijk het enige doel van de collectieve bewustwording, dus van een grote ontwaking. Is onvoorwaardelijke liefde. Waarom? Omdat als wanneer we allemaal vanuit onvoorwaardelijke liefde ons leven vormgeven en dus dat we zelf een kanaal zijn voor onvoorwaardelijke liefde, dan gaat dat automatisch ook weer spiegeld worden door de mensen die in onze omgeving zijn, door de dieren die bij ons zijn, door de aarde, door wat dan ook. En zolang dat we dat nog niet kunnen zijn, dan vraagt het van ons om even mijn verwarming wat minder zetten, want ik krijg het warm. Dat vraagt het van ons om al die dingen die ervoor zorgen dat we niet dat zuiver kanaal kunnen zijn van onvoorwaardelijke liefde, om dat allemaal uit te zuiveren. En daarom, zeker wanneer je ook op het pad loopt van een tweelingvlam, is dat een van de dingen dat we te doen hebben. Kijken van waar is het stuk, wat zijn de dingen die er nog voor zorgen dat ik niet onvoorwaardelijk lief kan hebben ten aanzien van mijn tweelingvlam. Want als jij en je tweelingvlam nog niet in eenheid bent, in eerste instantie in energie en dan vervolgens in het fysieke. Het fysieke is eigenlijk altijd een gevolg van de eenheid in energie. Dus laten we daarop focussen. Dan ga je merken dat er constant obstakels op jullie pad komen. Dat er constant dat je constant het gevoel zal hebben dat je het slachtoffer bent of dat je de dader bent en je de andere kwetst of de andere kwetst jou. En de enige reden daarvoor is omdat eigenlijk op dat moment niet de energie van onvoorwaardelijke liefde tussen jullie heen stroomt, maar dat er eigenlijk een interference, tussenkomst is van andere energieën. Dat kan zijn een karmische relatie bij één of meerdere of bij allebei. Dat kan zijn overtuigingen, dat kan zijn werken, dat kan zijn oude ideeën, wat dan ook. Dus op elk vlak kunnen er stukken zijn die ervoor zorgen dat de oorspronkelijke frequentie tussen jullie, waar dat eigenlijk de frequentie van onvoorwaardelijke liefde is, dat die niet kan doorstromen. Neem dat weg en dan ga je een ongelooflijke, in het begin zelfs overweldigende flow van die onvoorwaardelijke liefde voelen. Dus als jij de vrouwelijke energie bent, dan is het jouw grootste taak om eerst en vooral die eenheid in jezelf te gaan creëren, ervoor te zorgen dat jij op alles in jouw leven de onvoorwaardelijke liefde kan zijn en kan neer gaan zetten. Dat betekent dat iedereen die op jouw pad komt, die jou iets in de weg legt, die jou kwetst, die jou het leven lastiger maakt, die jouw uitdaging is, dat je in die relaties, en dan heb ik het niet over jouw relatie met je tweelingvlam, maar dat je in die relaties gewoon jezelf kan blijven zijn. Dat je vanuit vertrouwen en overgave je authentieke zelf kan blijven tonen. En dat je tegelijkertijd ook ziet van waaruit, vanuit welke wonden dat de andere persoon die volledige rugzak met ballast en karmische energie naar jou toe gooit. En de hoop dat jij het voor hen gaat oplossen. Maar dat is niet jouw taak. En al zeker niet in jouw tweelingvlamconnectie. In jouw tweelingvlamconnectie. En ook niet naar anderen toe. Zelfs niet als je lichtwerker of healer bent. Is het niet jouw taak om de healing van anderen op jou te nemen. En geloof mij, dat is iets waar ik lang ook mee geworsteld heb. Omdat je net de potentie ziet, gevoelt de potentie, gevoelt de energie van die andere persoon, van je ziel. Maar het is niet jouw taak om hun healing te doen. Het is hun proces, het is hun taak, hun verantwoordelijkheid. En als ze het niet willen doen, het ene dat je kan doen is voor jezelf kiezen op dat moment. Naar binnen gaan, je eigen leven verder vormgeven en hen alle liefde toesturen. Dat brengt heel veel vrijheid. En zeker in een tweelingvlamconnectie ga je merken dat dat net de stukken zijn dat jij een quantum leap neemt, dat je een quantum sprong noemt, dus met andere woorden dat je energie verhoogt, waardoor jouw tweelingvlam verplicht is, als hij wil mee, hij of zij wil meegaan, verplicht is om ook die stap te nemen. Dus
zolang dat je in separatie bent en er is geen communicatie of er is geen constante communicatie of je voelt de onvoorwaardelijke liefde niet naar je tweelingvlam en je hebt het idee of je zit nog maar verweten of je verweet hen, haar, maakt niet uit, iets, weet dan dat dat eigenlijk is dat je ook jezelf die dingen verweet. Misschien niet op dezelfde manier, maar de kern ervan, de kern, dus de wonden ervan, die zit er wel nog. En daar is hetgeen dat je moet gaan aankijken. Het is maar op het moment dat je zegt van, kijk, oké, ik zie mijn tweelingvlam onvoorwaardelijk graag. En ik zou natuurlijk het liefst hebben dat we samen een leven kunnen uitbouwen en samen dingen kunnen neerzetten. Maar dat je tegelijkertijd ook hen niet nodig hebt om je gelukkig en je vervuld en je vrij en blij te voelen. Dat zijn de momenten waarop je gaat merken dat jouw spiegelziel, jouw tweelingvlam, nog meer aangetrokken wordt naar jou toe. Omdat het punt van attractie, het punt van aantrekking verandert. Het is niet meer vanuit een needing, het is niet meer vanuit een behoeftige, negatieve, laag trillende energie. Maar het is vanuit de energie van onvoorwaardelijke liefde. En dat, mijn lieve mensen, is de sleutel tot eenheid. De sleutel tot niet alleen manifestatie van alles wat je wenst, maar ook de sleutel tot het openen van jouw eigen hart. Het openen van je eigen hart. En doorheen de verschillende obstakels en uitdagingen die op je pad komen, om iedere keer terug te kunnen vallen op jezelf. Op de eenheid en de verbinding die je hebt met jouw ziel, met je hogere zelf. En dat kan niet anders dan dat je dan eigenlijk jouw echte tweelingvlam op je pad brengt. Omdat ze een onweerstaanbare drang zullen voelen om weer met jou in contact te komen. Nu, als dat nu nog allemaal wat abstract voor jou is, en dat snap ik helemaal. Als je dat, hetgeen wat ik uitgelegd heb, of probeer uit te leggen aan jou, wilt toegepast zien op jouw connectie, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Ik zou zeggen, begin met het e-book Tweelingvlam Geheimen. Dat is een iets meer dan €20, dus dat is niet zoveel. Je hebt er zeker niks aan te verliezen. Of mijn boek, het is een fysiek boek, 96 vlammen. Daarin gaat heel veel over ook je eigen ascensieproces. Want tweelingvlammen gaat in eerste instantie over jouw eigen ascensie, je eigen bewustwording, je eigen groei. En dan over de connectie ook nog een aantal stukken. Zo zeg ik, begin daarmee. Wil je een aantal persoonlijke vragen en heb je wat meer budget, dan kan je mij ook contacteren om een reading te doen voor jouw connectie. Eventueel in combinatie met de healing, dat staat volledig vrij. En dan moet ik eventjes hier wachten. Anders kan ik niet door. Dus dat staat je volledig vrij. Dan kan je via de website reserveren en contact met mij opnemen. Heb je al die dingen al gedaan? Sta je eigenlijk al wat verder en zeg je van, Lindsay, oké, ik snap het. Ik snap dat ik aan mezelf moet werken. Ik snap dat ik ben er ook van overtuigd dat ik een tweelingvlam ben. Zelfs als je er nog niet van overtuigd bent, dan maakt het ook niet uit. Maar dan raad ik jou aan om het programma met de universele vlammen te volgen. Dat is een programma waarin je gedurende 9 weken online informatie, content van mij ontvangt. En waarin dan er verschillende transmissies zijn die met de universele vlammen werken. Zodanig dat je jouw eigen stukken, dus je eigen energie, dieper kan gaan healen. Om zo tot innerlijke eenheid te komen. Dat is iets, een programma dat ik gechanneld en geschreven heb samen met meester Kutumi, de opstegenmeester Kutumi. Nadat ik het boek 96 vlammen heb geschreven. Dus die werken eigenlijk een beetje in tandem. Je kunt ze al twee apart ook bekijken en lezen. Dat staat jou volledig vrij. Dat is ook een van de dingen dat ik heel veel belang aan hecht, namelijk jou je verantwoordelijkheid teruggeven. Daarom werk ik ook niet meer één op één, omdat uiteindelijk niemand heeft mij echt altijd constant één op één nodig om antwoorden en vragen te ontvangen. Want iedereen heeft die wijsheid en die informatie in zich. Oké, ik ben bijna op mijn bestemming aangekomen, dus ik ga het hierbij laten en dan de video uploaden en dan zie ik jullie in de volgende. Dag!